Ik merk dat het beter gaat als ik een foto beschrijf, als ik me voorstel dat ik er zelf in zit. En het geeft totaal andere inzichten dan als je er buiten blijft. Hoi. Nee, ik ben op zoek naar ontdekkingen. Ik denk dat lezers dat leuk vinden. Tenminste, de lezers die mij graag lezen, dat leuk vinden. Dat je dingen ontdekt die in eerste instantie overheen kijkt. En dat je dat dan opentrekt. Ja. Ja, heb je ooit een baby zo zien slapen met twee van die handjes? Zie je het niet. Slapen kinderen niet. Als je aan andere mensen denkt hoe die naar je werk kijken, dat schoont ook helemaal op. Ze zijn weer niet bleek, maar goed, dat zijn ze in Colombia natuurlijk sowieso niet. Het zijn 25.000 per dag die er nu binnenkomen. Die bronnen zijn veel uitgebreider dan alleen de pers. Er wordt wel veel over geklaagd dat mensen gewoon allemaal ongelukken filmen en zo. Dat is waar. Maar voor mij is het vaak ook een bron van extra informatie. Eigenlijk ben ik mijn eigen lezer. Dus ik denk van, zou ik dit interessant vinden? Ja, oké, dan is het goed. Ja, dit is het leven van een fotodetective.